Welkom, welkom, welkom dat je kijkt. Welkom, welkom, welkom dat je kijkt. Welkom! Welkom jongens, welkom, 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 welkom allemaal weer bij een nieuwe aflevering van All You Need Is Tim. En zoals je ziet, ik ben er weer. Het is 50 graden vandaag in Nederland, ik weet niet wat er allemaal aan de hand is. Het is al 3 weken niet geregend. Het pak, ik zweet me helemaal de pleuris. Lijkt wel alsof iemand ongesteld is op mijn voorhoofd, maar dat maakt allemaal niet uit. Vandaag zijn we in Deventer, zoals je ziet het natuurlijk, we zijn in Deventer. Alles is hier een beetje dood. Maar vandaag heeft iemand zich aangemeld, een heel leuk meisje, ze heet Anouk. We gaan eventjes naar haar toe, ze zit natuurlijk al ergens klaar op een bankje, zoals altijd. We gaan gewoon even haar bezoeken. Tot zo! Spannend allemaal, wat zal ze nou weer zitten? Is het weer het armoedige bankje? Hey! Anouk! Hallo! Er ligt hier poep en zo. Hoe gaat het? Goed met jou. Hoe gaat het, Anouk? Hoe gaat het? Goed. Je moet even hard praten, want ja, de standertjes en ja, het is allemaal een beetje armoedig vandaag. Ja. Dus praat even hard. Oké. Okay. Oké. Okay. Oké. Okay. Nou, welkom. Ja. Welkom. Dank je. Ja, dank je. Oké, Anouk, hoe gaat het ermee? Goed. Nee, nee, even serieus, even serieus. Anouk, waarom heb je je aangemeld? Nou, ik heb een vriend van bijna 5 maanden en daar gaat het allemaal wel oké mee. Alleen, ik heb zeg maar een stressstoornis. Ja, want ik las het in de mail, je hebt een soort van stoornis, leg uit. Nou, dat heet PTSS en dat krijg je als je in het verleden dingen hebt meegemaakt en niet verwerkt hebt. En dan kan je echt heel snel van stemming wisselen. Dus zeg maar, nu ben ik heel blij. Maar er hoeft ook één ding te gebeuren of verkeerd gezegd te worden en dan kan ik boos worden of verdrietig of ik word heel stil. Oké, dus het heet PT, PTSF. Ja. Hoe heet je vriend? Dat heb je... Bert. Bert. Ja. Mooie naam, Bertje. Dat is een mooie naam hoor, die Bert. Hij heeft het goed voor elkaar hè, die Bert met jou. Ja. Maar vertel, wat is er bijvoorbeeld in het verleden gebeurd met de stoornis? Oh, mijn vader, die toen mijn ouders nog bij elkaar waren, ging dat niet zo heel goed. Want mijn vader sloeg me en zo, die zat me altijd uit te schelden. Je vader sloeg je? Ja. En toen ze gingen scheiden, toen heeft hij met zo'n keukenmes voor mijn moeder gestaan. Met zo'n keukenmes voor je moeder? Ja, zo'n koksmes. Een koksmes. En toen ging mijn moeder gillen, want ik lag in bed. Ik was echt 6 of zo. En toen ging ze dus gillen en toen heb ik dat gezien. Zo'n heftig verhaal wat je me nu vertelt. Ja. Maar laten we anders het verleden gewoon helemaal achter ons laten. We zijn hier voor de toekomst, want je weet, het is alleen maar liefde. Ja. Alleen maar liefde, je weet het. En wat we vandaag gaan doen, we gaan fixen dat jij en Bert gewoon nog zo heftig naar elkaar toe zijn. Je hebt mooie slippers. Ja. Lekker hoor. Gucci flipflops. Ja, een soort van. Een soort van Gucci flipflops, hè. Ik zie dat je ook een yin-yang tattoo hebt, die heb ik ook. Nee, je ziet het hoor. We voelen de band al hoor. Het is wel sterk hoor, onze band. Misschien moeten wij gaan. Nee. Het plan, wat we gaan doen. Meestal rapt er iemand, maar jij kan niet rappen. Nee, denk ik. Nee, weet ik niet. Dan laten we het maar niet uit. Ik kan ook niet rappen, daar niet van. Dus we gaan zingen. Jij kan wel zingen, hoorde ik. Een beetje. Een beetje kan jij zingen. Ik, natuurlijk heb je een soort van stressstoornis. Ik dacht bij mezelf van, ken je Campy? Nee. Je kent geen Campy? Nee. Oké, dat is niet zo'n groot probleem natuurlijk. Campy heeft een liedje. Okay. Het liedje heet Zoveel Stress. Dus ik dacht bij mezelf, ja, jij hebt natuurlijk een stressstoornis. We gaan gewoon het liedje nazingen van Campy. Okay. Natuurlijk wel met een andere first. We doen gewoon hetzelfde refrein. Ik ga eventjes schrijven. Bert heet hij toch? Bert? Ja. Ik ben heel goed in rap schrijven. Dat weet je ook wel, Nosje. Dat weet je ook wel, hoe heet dat ook alweer, dat woord? Ik ben het helemaal vergeten, maar het maakt ook niet uit. Ik ga even schrijven, dus dan ben ik zo bij je terug. Oké. Eén
zoveel stress te veel. En ik loop over straat en ik vraag de Heer steeds weer wanneer. Ja, dat komt allemaal wel goed. Dat zingen we zo allemaal wel samen. Neem het zo meteen even door. En Bert houdt van klussen. Hij werkt super veel. Dus wat zeggen we dan? We gaan onderweg naar Bob de Bouwer. Tot zo. Oké, daar staan we dan. We staan in de buurt. Ja. Ik zweet. Ik ook. Van de spanning of van het weer? Allebei. Van allebei, hè? We gaan net zeggen, we zijn in de buurt, jongens. We gaan zo meteen heen lopen. Hoe gaat Bert reageren? Ik denk dat hij het heel lief gaat vinden. Hij gaat het lief vinden, hè, Bert? Ja. Die naam is ook heel lief, Bertje. Nee, jongens, ik heb er heel veel zin in. We zijn hier bij de schommels. Wat de bedoeling is, jij gaat slingeren en dan komt Bert zo aangelopen. Oké. Okay. Allemaal net niet door, dat is maar een grapje. Maar dat maakt allemaal niet uit, we gaan er gewoon heen lopen, toch? Ja. Luister, het liedje, volle borst meezingen, je weet toch? Oké, okay, ja. Campy moet gaan denken van, hé, laat me deze chickie aannemen, je weet toch? Oké. Okay. Hij moet daar bij die Campy College. Campy College, hij heeft een eigen label. Ja, hij gaat dik hoor. Hij moet je aannemen, hij moet je gaan signen, tekenen. Nou, dat is de bedoeling, toch? Dus sowieso respect naar Campy, we gaan er gewoon heen. En je gaat gewoon volle borst meezingen. Ik heb mijn eigen verse geschreven, mijn eigen rapje. Dus dit keer moet Tim zelf rappen. Omdat jij niet kan rappen, dat snap ik ook wel. Ik neem het voor je over, ik neem het voor je op. Oké. Niet dat er veel terecht van komt vanuit mijn kant. Maar dat maakt allemaal niet uit. We gaan er gewoon heen. De bel gaat, je hoort het, de kerk. Dat betekent, ja. Blessed betekent dat. Dan gaan we. We gaan er gewoon heen. We gaan naar Bert. Ken je de tekst? Ja. Dan gaan we, let's go. Ik voel me een beetje, ja, hoe moet ik het zeggen, nerveus. Oké, jij blijft wachten, hè. Ik zeg, ik heb een verrassing voor je. Goed uit volle bos meezingen, hè. Ja. Oké, wacht, jongens, we zijn er bijna. Spannend. Hier staat een raam open. Oké, kom hier mee. Dan gaan we. Het is hier, blijf hier staan. Het is hier. Hoi. Dat is geen Bert, toch? Nee. Geen Bert? Yo, Bert! Yo, man, bro! Oh, Bert is aan het bouwvakken, zag je hem? Hij is wel de Bob de Bouwer aan het spelen, ook een hond. Daar komt hij. Yo, Bert, man. Ja, man. Ik ben Tim. Ik heb een verrassing voor je. Natuurlijk zijn jullie een stelletje. Ja. Maar zij wil aan jou laten. Ja, wat gebeurt er? Kom nou even. Dit was allemaal niet het plan, hè? Ga hier staan en we hebben een soort van verrassing voor je. We hebben een soort van liedje geschreven. Nou, zij heeft iets geschreven. Nou ja, het is van een liedje. Misschien ken je het liedje wel. Ik hoor allemaal geruis en ik hoor allemaal auto's, maar het maakt allemaal niet uit. Succes! Ga er even voor staan. Zing het en geef het daarna aan mij. Ja, ga even daar staan. Voor hem. Neem je moment. Oké. Ik heb zoveel pijn, zoveel stress, te veel. En ik loop over straat en ik krijg de Heer steeds weer. Wanneer gaat het weg? Want ik kan er niet meer tegen. Ga door. Lukt het? Gaan we het samen doen? Kom. Jullie zijn hier. Kom, geef even een knuffel. Moet ik het anders verder afmaken? Mijn verse is nog niet begonnen. Mooi om te zien dit. Ik zie dat jullie wel echt... Gaat het goed, bro? Ja, toch? Ik zie dat je ook goed aan het bouwen bent daarboven. Jullie passen wel echt bij elkaar, man. Ik vind jullie wel echt... Wanneer ik dit voor het laatst heb gezien, dat... was in films. Dat was in films, man. Dan gaat die hond niet weg? Nee, toch? Oké, gelukkig. Lukt het? Ja, toch? Beetje. Zal ik anders mijn first eventjes gewoon even voor jou doen dan, bro? Wat ik heb geschreven? Is goed, man. Die heb ik samen met haar geschreven. Bert, je bent soms... Wacht, even overnieuw. Even overnieuw, man, bro, niet lachen. Ik snap dat ik geen rapper ben, hè. Bert, je bent me alles. Soms word ik te snel boos. Maar nu sta ik hier, alleen Tim heeft geen roos. Ik wil met je trouwen voor nu en later. Ik zal je nooit verraden. Oké, hou van je trouw met me dan. Jij bent mijn Bob de Bouwer en ik ben de klusvrouw. Hou op! Het is een visje, hoor. Het is een visje. Mooi? Bro, dit heb ik zelf geschreven. Alleen, ja, zij kon natuurlijk niet rappen, want zij kon wel zingen. Nou, zoals je zag, ze deed met alle liefde. Ik hoef bijna helemaal niks meer te fixen. Het is sowieso al gefixt, maar ik wou het sterker maken. Maar kijk hoe mooi. Jongens, zoals je ziet,
Het is alleen maar liefde, man. En de hond die leeft natuurlijk ook mee. Bert, mogen we misschien even binnenkijken wat je aan het bouwen bent? Ja, ik wil even binnen te komen. Ja, dat snap ik. Ja, dat snap ik. Het was... Oh, je hebt geen sleutel. Het was de bedoeling... Nou, je hebt het geprobeerd. Sowieso, ja. Shout-out, zeg even shout naar Campy. Jij kent Campy wel, shout-out toch? Shout-out naar Campy. Sowieso, hé, hey, dat is die tune van Campy, ken je die niet? Sowieso, shout naar Campy. Wat we gaan doen is, ja, we gaan even binnen een soort van klein klusje doen, bouwen, met z'n drieën. Lief, hè? Het werd een beetje te veel, hè? Ja. Was zo'n romantisch nummer natuurlijk ook. Was wel mooi. Zeker. Mooi, lief, jullie, lief. Lief. Jongens, je ziet, we komen nu binnen in de Bob de Bouwerhut. Wat gaan we dan? Wat een rap, hè? Wat een rap van mij. Blauw duimpje omhoog voor de rap van Tim. Hier wordt dus alles gedaan. Hier ben je dus bezig. Oké, top man. Bert. Zoals je zag werd het daar iets te veel. En ja, zo natuurlijk dat nummer was wel. Je zong het trouwens wel goed. Het werd iets te snel. Ja. Maar het was mooi om te zien. Maar hoe zit het tussen jullie? Want zij heeft zich natuurlijk opgegeven aan je stem. En ze probeert natuurlijk de band ja, een soort van sterker te maken. Ook al is het al heel sterk. Zij probeert te zeggen is dat ze ja, soms snel boos wordt, weet je. Want ze heeft natuurlijk een stoornis. En ja, dat uit ze soms op jou. En jij zegt dan tegen haar van dat is niet erg, weet je. Ik bedoel, dat kan gebeuren, weet je. Dat is gewoon zo. En hoe kijk jij daar tegenop? Ja, ik heb zoiets van, je hebt altijd wel iets van of zo. Dus ja, weet je. Precies. Je hebt ook af en toe naar haar toe. Dan zeg ik wat niet de bedoeling is. Ja, dat is ook niet gebeuren. Nee, precies, ja. Nee, ik zie dat jullie wel echt veel van elkaar houden. En waar willen jullie bijvoorbeeld staan over 2-3 jaar? Hier samen hoor. Samen? Dit is jouw hut, dit is jouw huis, toch? Ja. Want ik hoorde dat je was verhuisd. Ja. Dus dit is nieuw, jouw huis, gewoon jouw huis. Ja, gewoon zelf gaan gebruiken. Wow, en deze, je gaat alles fixen in je eentje? Ik zeg wel eerlijk man bro, hoe ga je dat doen? Ik hoor het man. Zo'n boxstrijder. Ik vind dat ik nog iets moet doen. Ook al is het goed, vind ik dat Bek, geef mij nu een klus, wat ik nu ga fixen. Wat moet ik doen? Zeg maar, wat moet ik doen? Behang eraf halen. Of verf, man. Behang eraf hangen. Of verf, ik zeg je eerlijk, man. Doe maar die verf. Geef me maar die kwast. Laat maar kwasten. Jongens, je ziet de Bek is even van kwast aan het pakken met verf. Sowieso, eerlijk, een blauw duimpje omhoog voor mijn first, toch? Voor mijn rap. Doe even zo, een blauw duimpje. Blauw duimpje omhoog, voorzitter. We gaan verven, tot zo. Daar gaan we dan. Tim gaat verven. Nieuwe serie, Tim de Klusman. Tim verf je huis. Oké, wat moet ik verven? Die waar allemaal getekend is. Onze gedaan worden dus. Oké, dit moet ik even neerleggen, toch, lijkt mij? Mijn hele pak stond er. Mijn hele. No. Hé, hey, je ziet het, man. Hou op, Tim is op klussen. Ik zeg je eerlijk, man. Vrouwen, je kan me inhuren. Ik kom wel in mijn pak. Ik kan gewoon je huis fixen, maar je ziet het, man. Hou op, man. Ik zit helemaal onder de verfsputters. Kapot man, hij is klaar. Ja, gaat het goed met je? Goed, ja. Zeker? Ja. Bert, met jou ook? Ja, was wel een beetje een rare, staat hij dan in zijn pak? Gaat hij opeens verven juist? Wat vind je er allemaal van? Ja, ik zag het niet aankomen. Ik zag het niet aankomen, maar je vond het wel leuk, ja, toch? Zeker. En je bent ook blij wat Anouk, want je snapt de boodschap van Anouk, toch? Ik bedoel, ik wil dat jullie gewoon sterk door het leven doorgaan en dat ik dan binnenkort op jullie bruiloft kan komen. Dat zing ik. Welkom dat je kijkt. Dan ga ik dat liedje natuurlijk zingen. Nee, maar ik vind jullie super leuk. De hond geniet natuurlijk ook mee helemaal, zie ik. Ik zit helemaal om de verspetters, maar dat maakt niet uit. Het gaat de stomerij in. Ik ga afsluiten, jongens. Dit was All You Need Is Tim. Aflevering. Ja, 7. Dit is aflevering 7. Ik hou van jullie. Ik hoop dat jullie ook van mij houden. Ik hou van mijn kijken. Zeker een dikke blauw duimpje omhoog, toch? Ja. Sowieso nog dikke shout naar Campy. Je weet toch, goede tune. Je ziet het. Ze heeft het. Wow. Het liedje heeft haar geraakt. Stop, Tim. Ik hou van jullie. Welkom dat je hebt gekeken. En vergeet natuurlijk niet te abonneren. Dat kan hier ergens allemaal onder. En ja, dan zeggen we natuurlijk alleen maar.
genieten. Ook even een hartje bed. Ciao!